President Desiree Bouterse heeft de voorzitter van de VHP, Chandrika Prasad Santokhi, gewaarschuwd geen confrontatie met hem te zoeken. Hij zei dit naar aanleiding van een interview met de Nederlandse zender, waarin Santokhi gezegd zou hebben dat hij bereid was Bouterse uit te leveren aan Nederland. Santokhi zelf ontkent dat hij deze uitlatingen heeft gedaan en heeft dit inmiddels ook laten rectificeren. Tevens heeft hij bij de Olifant een spoedpersconferentie gehouden, waarin zowel hij als de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, en Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, benadrukken dat Surinamers niet uitgeleverd mogen worden aan Nederland. Bouterse zei tegenover het Nationaal Informatieinstituut dat de uitlatingen van Santokhi in de media hem danig hebben gestoord. Hij geeft aan kort voor de uitlatingen van Santokhi de hele avond gesprekken te hebben gevoerd met de leiders over de regeringsovergang. Juist een van de onderwerpen waarover we spraken, toonde heer Santokhi met zijn vrienden uit Holland belde, of zij belde naar hem, dat een dergelijk interview werd afgelegd. De mensen moeten weten, en de mensen kennen me, ik ben een gewoon mens. Ik ga nooit confrontatie opzoeken. Maar geloof me, ik schuw geen enkele confrontatie. Als de mensen het zo willen spelen, dat is hun verantwoordelijkheid. Wij roepen op dat de regering ondersteund moet worden, het volk wil dat, en dan moeten zij aan het werk. Kijk, wanneer je tot inzicht bent, wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokhi is een wijze man. Ik zou van hieruit een beroep op hem willen doen om te proberen een gewone man te worden. Bouterse onderstreept dat het niet waar is dat hij de regeermacht niet wil overdragen. Hij wacht op het moment waarop het onafhankelijk kiesbureau de verkiezingen bindend verklaard heeft, om de winnaars te bellen en feliciteren. Dus laat de mensen ons met rust laten. Laat OKB haar werk doen. Laat wat het volk beslist heeft, laat het volk dan met hun leiding doorgaan. Ik weet, ik heb hard gewerkt. Ik weet, ik heb dit land niet verkocht. En ik ga ook niet meewerken aan verkoop van dit land. Geloof me, never, nooit, niemal, nunca, jamais. Dus tot daar alle samenwerking. Zijn er zaken waarvan men denkt dit land te verkopen, dan hebben we inderdaad een probleem. Dus ik dacht dat we niet al lang hoeven te praten. Ik wilde hiermee volstaan. President Desi Bouterse tegenover het Nationaal Informatieinstituut. Hij heeft zich zodanig gestoord aan de uitlatingen van de voorzitter van de VHP. Voorzitter Chandrika Prasad Santokhi. Tegenover de Nederlandse media, al zou hij meewerken aan het uitleveren van Bouterse aan Nederland. Inmiddels heeft de VHP-voorzitter deze berichten ontkracht.